Welkom bij het wiskundespel. Ik laat je eerst zien hoe dat de oefening werkt. Druk daarvoor op stop, start, dat doe ik altijd. Wanneer het al vol vraagt welke tafel dat ik wil zien, ik wil bijvoorbeeld de tafels van 7 zien, geef 7 in, druk op of het vinkje of op de entertoets. En wanneer het al vol gaat zelf de tafel van 7 aflopen. Hij begint bij 0 en zal eindigen bij 10. Je ziet linksboven ook al dat ik variabelen gedefinieerd heb. Ik vraag natuurlijk op welke tafel de gebruiker wil zien. En is dat een tellertje, ziet dat hier 7 x 7, 8 x 7, 9 x 7 en nog een keer de 10 x 7. Zo. Meneer Lvo heeft de oefening opgelost en dan zegt hij de tafel van 7 is zo moeilijk nog niet. Die oefening ga ik met jullie maken. Ik ga daarvoor gebruik maken van de offline editor van Scratch, maar die werkt hetzelfde als de online editor. Dus op zich is dat geen probleem. Ik heb een aantal objectjes nodig. De kat heb ik niet nodig, die doe ik weg. Ik heb een nieuw object nodig, dat is de foto van meneer Delvaux. Die ga ik niet in de bibliotheek vinden, dus ik ga die zelf eventjes moeten uploaden. Ik heb die klaargezet op mijn C-schijf. Dat is voor jullie niet zo belangrijk. Voor jullie zal die op de S-schijf staan. In het mapje Scratch heb ik een foto van meneer Delvaux. Zo, en daar staat hij. Ik ga ook nog snel een nieuwe achtergrond plaatsen. Dat doe ik op het speelveld natuurlijk, niet bij de objecten, maar bij het speelveld. En bij de achtergronden ga ik een nieuwe achtergrond uploaden. En ik pak even de wiskundeachtergrond. Ik ga even kijken, die komt niet helemaal overeen. Dus ik ga die een klein beetje vergroten. Druk op groter maken. Ik klik een paar keer op de achtergrond. Nog een keertje, denk ik. Zo, voilà. En mijn achtergrond staat er. Terug naar mijn object. Dit is meneer Delvaux. En hier ga ik die code natuurlijk op doen. Je had gezien, als ik de oefening nog eens laat stop en starten, dat meneer Delvaux een vraag stelt. Meneer Delvaux wil weten, welke tafel wil je zien? Dus voor het moment hier dat iemand op het groene vlagje drukt, gaat meneer Delvaux vragen. Dat is het bij waarnemen. De vraag staat hier. Niet what is your name, maar welke tafel wil je zien? Met een vraagteken. En dan moet de gebruiker natuurlijk een antwoord gaan geven. Hier staat de variabele antwoord. Die ga ik natuurlijk moeten bewaren. Dus dit is het antwoord. Dat wil ik bewaren in een variabele. Ik heb nog geen variabele, dus ik ga bij data een variabele maken. Ik noem die variabele bijvoorbeeld welke tafel. Druk op OK en ik heb die gemaakt. Nu moet natuurlijk dat antwoord hierin verschijnen. Dus ik zeg, maak welke tafel net gelijk aan het antwoord. Dus het antwoord van die vraag zal in welke tafel terechtkomen. Dus ik kan dat misschien al eens testen. Ik druk stop, start. Welke tafel wil je zien? 6. Ik druk op enter. En je ziet dat die variabele bijgehouden wordt. Dus dat werkt op zich. Nu, ik kan ook straks gaan vragen, wat is de naam van een leerling bijvoorbeeld? Dus je zou kunnen gaan vragen, vraag, what's your name? Als je daar het antwoord van wil weten, dan ga je het antwoord natuurlijk in een andere variabele, bijvoorbeeld naam, steken. Dus net hetzelfde. Zo kan je verschillende keren een antwoord bewaren op een verschillende plaats. Ik kan het je tonen, hè? Ik druk stop, start. Welke tafel wil je zien? De tafel van 4. What's your name? Ik ga die even typen. Zo. En hij gaat die naam bewaren. Dus zo kan je antwoorden bewaren in variabelen. Nu, dit stukje had ik niet nodig. Dus dit kan gewoon weg. Hè. Stop. Voilà. Dus ik heb de tafel al gevraagd. Nu ga ik natuurlijk moeten zeggen, van het moment dat ik die dingen gevraagd heb, begin dan zelf die tafels te vertellen. Begin te rekenen. Dus wat ga ik doen? Onder mijn welke tafel wil je zien, ga ik zeggen, zend nu een nieuw signaal dat hij moet beginnen te rekenen. Dus ik ga dat niet bericht 1 noemen, want dat vind ik zo'n vreemde omschrijving. Ik noem dat start met rekenen. Oké. En vanaf nu kan ik dit knopje ook gaan gebruiken. Dus nu, vanaf nu kan ik zeggen, wanneer ik het signaal start rekenen ontvang, dan ga ik beginnen te tellen. Ik zal een beetje inzoomen op de code, zodat het wat duidelijker wordt voor jullie. Nu, meneer Delvaux gaat 11 keren eigenlijk de volgende zin zeggen. Dus een bepaalde teller. In het eerste geval is die 0, 7 is 1, 7 is 2 en 7 is 3. En dan gaat hij moeten zeggen maal. En dan wat ik gevraagd had met welke tafel. Dus had ik de tafel van 7 gevraagd, dan moet er altijd het getalletje 7 komen te staan. En dan moet hij zeggen is puntje, puntje, puntje. Dus dit gaat hij nu moeten vertellen tegen ons. Dit gaat hij moeten zeggen. Dat gaat hij een aantal keren moeten doen. Nu, ik wil 10 tafels, maar ik begin eigenlijk bij 0, dus ik ga dat 11 keren doen. Dus ik zeg sowieso, 11 keer lang ga je dit moeten doen.
Wat moet meneer Davo doen? Hij moet dat zeggen tegen ons, dit hier. Dus ik ga zeggen, bij het uiterlijke, zeg iets. Wat gaat hij moeten doen? Wel, in het eerste geval gaat hij de teller moeten tonen. Dus ik weet nu al, daar staat Scratch terug, dat ik mijn data, mijn... Ah, ik heb nog geen teller, want die heb ik nog niet gemaakt. 0, 1, 2, 3, tot en met 10. Die heb ik nog niet gemaakt, dus ik moet die rap maken. Die naam hier heb ik niet meer nodig, dus die ga ik wegdoen. Anders stoort die misschien een beetje. Dus ik heb een teller nodig, dat had ik nog niet gezegd. Teller. Zo. Die bij 0 zal starten en tot 11 zal lopen. Dus ik kan die nu al bij het begin niet vergeten 0 te maken. Ook, hè. Dus de teller moet natuurlijk 0 zijn. Welke tafel dat er is, dat komt in het antwoord. Dus ik zeg teller, dat heb ik hier gezegd. Dan moet hij zeggen spatie x spatie. Dus dat gaat hij dan moeten zeggen. Dus wat ga ik doen? Ik ga nu al gebruik maken bij de functies van voeg twee vakjes samen. Dus ik kan nu al zeggen, voeg de teller en dan moet dit tekstje komen, spatie x spatie, dus dat ga ik er al inzetten, hier, spatie x spatie, dan lijkt het 0 maal. En dan gaat zelfs moeten komen welke tafel dat ik gevraagd had. Dus ik weet dat ik nog velden ga nodig hebben, want er moet komen te staan welke tafel. En dan daarachter, spatie is spatie puntje puntje. Dus die ga ik nu samenvoegen. Dus wat zeg ik? Bij mijn data zeg ik welke tafel wil ik horen. En daarachter komt spatie is spatie puntje puntje puntje. En die moet ik nu natuurlijk nog achter elkaar gaan zetten. Dus opnieuw heb ik zo een voeg samen nodig. Ik ga de groene functie pakken. Voeg twee dingetjes samen. Dit is het eerste dat ik erin zet. En dat is het tweede dat ik erin zet. Ik zal dit al eens tonen. Hè. Ik ga dit aan jullie tonen. Zo, ik zeg dat een paar seconden lang. Ik zal kijken, bijvoorbeeld 1 seconde zal waarschijnlijk wel lang genoeg zijn. Ik zal erachter een wacht nog toevoegen, zodat jullie duidelijk het verschil zien. En hij gaat dit al doorlopen. Hè. Stop, start. Welke tafel wil je zien? De tafel van 5. Ik druk op enter. 0 x 5 is. 0 x 5 is. 0 x 5 is. Hij gaat dit nu 11 keer doorlopen. Uiteindelijk moet ik natuurlijk nog een uitkomst krijgen. En ik moet niet vergeten die teller met 1 te verhogen. Dat is logisch. Dus ik zal dit eventjes laten staan. Na deze zin moet hij de uitkomst geven. Excuseer. Scratch kan rechtstreeks rekenen. Dus ik kan nu al die teller en die tafel met elkaar vermenigvuldigen. Ik moet daar geen tussenstapje voor doen. Dus je gaat zien... Scratch is daar slim genoeg van. Ik heb een vermenigvuldiging nodig. Wat gaat hij moeten vermenigvuldigen? Mijn teller natuurlijk. En de tafel die ik gevraagd had. En dit kan hij rechtstreeks uitrekenen. Dus je hoeft dat niet in een nieuwe variabele te steken. Dus ik kan nu gewoon zeggen tegen Scratch. Zeg. Zoveel seconden lang. Bijvoorbeeld opnieuw terug 1 seconde. Rechtstreeks de uitkomst van deze vermenigvuldiging. Dus je ziet... Deze wordt rechtstreeks berekend. Stop. Start. Dan kan ik je tonen welke tafel wil je zien. De tafel van 7. 0 x 7 is 0. Nu, wat zie je? Hij vraagt iedere keer 0 x 7. Dat komt omdat die teller hier altijd 0 blijft. Dus wat moet ik nu nog doen? Na deze herhaling, of in deze herhaling natuurlijk, hè, want dan moet het 11 keer gaan doen, moet ik die teller nog optellen. Optellen deed je door niet gebruik te maken van maak. Want dan maak je hem vast, maar verander. Dus als ik zeg, verander de teller met 1, dan gaat bij die teller altijd eentje bijkomen. Opnieuw een keertje doorlopen, stop, start, de tafel van 7. 0 x 7 is 0. 1 x 7 is 7. 2 x 7 is 14. En hij doorloopt het zelf. Ik vind wel dat hij hier een beetje te lang wacht. Dus ik ga hier zeggen... Hier hoef je maar 0,1 seconde tussen te wachten, bijvoorbeeld. Ik kan eens opnieuw testen. Stop, start. De tafel van 7. 0 x 7 is 0. 1 x 7 is 7. 2 x 7 is 14. Doe de derde nog. 3 x 7 is 21. Dus op zich, met deze code, doorloopt hij al 11 keer de tafels. Van 0 tot en met 10 keer. Als laatste wil ik dat hij nog eventjes zegt dat die tafel van 7 niet zo moeilijk was. Dus wat ga ik doen? Ik ga een klein beetje wachten, natuurlijk, na zijn laatste antwoord.
En dan moet meneer Delvaux zeggen, dus ik ga naar het uiterlijk en ik zeg, de tafel van, dat ga ik hier nodig hebben. En dan natuurlijk welke tafel dat ik gekozen had, is zo moeilijk nog niet. Dus dat ga ik ook met die voegsamen moeten doen. Want in die voegsamen moet komen de tafel van. En dan moet hier de teller komen. De tafel, sorry. De tafel komen. En dan moet er nog bij komen, is zo moeilijk nog niet. Dus ik heb nog één voegsamen nodig. Zo. Ik voeg het eerste hierin. Voeg de tafel van en dan welke tafel. En dan van achter moet komen, goed opletten, spatie, is zo moeilijk nog niet, met een uitroepteken. Zo. En dan gaat hij bijvoorbeeld 2 seconden moeten zeggen. En dan mag mijn script stoppen. Dus ik ga erbij zetten, besturen, stop alles. Dat mag erna. We gaan een testje doen. Ik vergroot het scherm even, zodat je het ziet. Hier zie je welke tafel het is, welke teller het is. Ik druk stop, start. Dan zie je dat dit nog niet echt geïnitialiseerd is. Ik kan het misschien eens eventjes nakijken. Ik ga dat nu doen. Stop. Verkleinen. Ik zie hier maak teller 0. Ah, ik had nog niet maak welke tafel ook 0 is. Dus ik ga die initialisatie in het begin doen. Zo. En ik zeg ook nog. Dus op zich niet extra nodig, maar het is altijd mooi dat je variabelen terug initialiseert. Zo, de teller en de tafel allebei 0. Ik ga het testje opnieuw doen. Nu staat hij nog op 7, dus ik wil dat hij 0 wordt. Op het moment dat iemand op het groene vlagje drukt, voilà, 0 en 0. Welke tafel wil je zien? De tafel van 6, bijvoorbeeld. En dan gaat hij alles doorlopen. 0 x 6, 1 x 6, 6. Ik ga ondertussen het eventjes verkleinen. Je ziet dat hij nu nog in het gele codestukje aan het doorlopen is. We zitten ondertussen aan de 5, 6, bij 10 zou hij moeten stoppen en zou hij die laatste zin moeten tonen. Dus we gaan eens kijken, 8, 9, en 10 maal 6 is 60. En dan moet hij zeggen, de tafel van 6 is zo moeilijk nog niet. En dan stopt mijn script en het groene vlagje is uitgedrukt. Misschien is het niet zo mooi dat die variabelen op het scherm getoond worden. Heel eenvoudig, je zet het vinkje uit bij de variabelen. En de variabele wordt niet meer getoond. De tip is, zolang als je nog aan het werken bent aan je programma, laat die gewoon aanstaan. En als je klaar bent, kan je ze uitzetten en dan zie je niets meer van het scherm. Voilà, de oefening is uitgelegd. Een vrij klein stukje code. Weet dat Scratch zelf berekeningen kan maken rechtstreeks, dat je daar geen extra variabelen nodig hebt. Je zou een variabele uitkomst kunnen genereren en die iedere keer invullen. Dat kan, maar dat is op zich niet nodig. Goed, veel succes!